In deze video gaan we het hebben over vermogen. We zijn in de vorige video geëindigd met de formule voor arbeid, W. Die hebben we gelijkgesteld aan de som van de krachten maal de verplaatsing. Vermogen kunnen we ook wel schrijven als arbeid per tijdseenheid. Oftewel, in formulevorm voor vermogen gebruiken we de letter P van power is arbeid W gedeeld door de tijd. De eenheid die we hiervoor gebruiken, we weten dat arbeid is in newton meter en tijd in seconden. We hebben ook gezien dat newton meter kunnen we joule per seconde noemen en dit noemen we ook wel watt. W-A-dubbel-T. Niet te verwarren met de grootheid W. Dit staat voor vermogen. En de W aan de rechterkant, die staat voor wat en dat is een eenheid. Het zijn allebei hoofdletter W. Dus haal die twee niet door elkaar. We weten dus dat vermogen is arbeid gedeeld door de tijd. We weten tegelijkertijd, en die stond bovenin, dat arbeid is kracht maal de verplaatsing. Dat betekent dat we, als we die twee combineren, het zijn die twee, 1 en 2, dan krijgen we de formule voor P is, W vervangen we voor F maal delta S. En delta S delen we door, of F maal delta S delen we door de tijd. Zoals jullie uit het verleden misschien nog wel weten, afstand gedeeld door tijd staat ook wel gelijk aan snelheid. En dus wordt de formule is F kracht maal v van snelheid. En de grootheid die blijft uiteraard hetzelfde. Die is in watt. Een voorbeeld. Die vind je ook in de reader. Even een andere kleur daarvoor. Voorbeeld. We hebben te maken met een persoon die een kist van 10 kilogram een trap optilt van 10 meter hoog. Dus in gesimplificeerde vorm, dit is de trap, schuin omhoog, een kist die omhoog wordt gebracht, de kist die heeft een massa van 10 kilogram, de hoogte die zullen we voor het gemak even H noemen. Die is 10 meter. Op de kist werkt een kracht omlaag. FZ. ZW, maar ook zwaartekracht. En dan willen we weten hoeveel arbeid er verricht moet worden om die kist omhoog te krijgen. De formule die weten we al. W voor arbeid is F maal delta S. We hebben hier te maken met zwaartekracht. Dus het gaat om die. En in plaats van delta S
verplaatsing hebben we te maken met een delta H. De formule voor zwaartekracht, die is M maal G maal delta H. En dan krijgen we M is 10 kilogram, die staat er al. G is de gravitatieversnelling, die is 9,81. We kunnen vanuit gaan dat die altijd hetzelfde is, constant. Op sommige plekken op de aarde is die iets anders, iets meer of iets minder, afhankelijk van de locatie. Gemakshalve gebruiken we altijd 9,81. En de hoogte is 10 meter. Dus dan krijgen we uiteindelijk, als we in twee of drie significante cijfers werken, 9,81 keer 10 tot de tweede joule. 981 joule. Omdat we hier te maken hebben met een arbeid uit zwaartekracht, die is in tegengestelde richting dan de verplaatsing. De verplaatsing is namelijk omhoog, de kist gaat omhoog. De zwaartekracht die loopt naar beneden, die is in tegengestelde richting. Daarom is zetten we een min voor de arbeid. De arbeid is in dit geval negatief. Later hier meer over. Zo zullen we ook laten zien dat de formule voor arbeid uit zwaartekracht is niet m maal g maal delta h, maar min m maal g maal delta h. De wijze waarop de kist nu omhoog wordt gebracht is via een trap. Deze schuine zijde stelt die trap voor. Wat nou als in plaats van een trap een steile trap wordt gebruikt? Een steile ladder. Een ladder die steiler is dan de trap waarmee die op dit moment omhoog wordt gebracht. Verandert dat iets aan de arbeid? Het antwoord is nee. Dat kunnen we verklaren op basis van de formule. We zien namelijk dat de arbeid, W, is kracht maal de verplaatsing, of in dit geval zwaartekracht maal het hoogteverschil. Ongeacht hoe steil de trap is, of de ladder in dit geval, blijft de zwaartekracht hetzelfde. Immers, de massa van de kist die blijft hetzelfde, 10 kilogram, de gravitatie, versnelling die blijft hetzelfde, 9,81 meter per seconde kwadraat. En de hoogte blijft ook hetzelfde, 10 meter. Dus in dit geval maakt het niets uit. De arbeid blijft hetzelfde. Dit is voorbeeld 1. Voorbeeld 2 behandelt waar we het net over hebben gehad, dat is vermogen. Welk vermogen moet deze persoon die kist omhoog brengt leveren als hij de kist in 5 seconden op het toppunt brengt, dus helemaal bovenin, 10 meter hoog. De formule voor, of een van de twee formules voor vermogen, we hebben namelijk vermogen is arbeid gedeeld door de tijd, en we hebben een tweede formule, die staat onderaan, dat vermogen is kracht maal de snelheid. In dit geval is de arbeid al bekend, die hebben we eerder berekend, dus die kunnen we gebruiken, dat is W gedeeld door de tijd, die heb ik net gegeven, die is 5 seconden. Dan krijg je 9,81 10 tot de tweede gedeeld door 5. En dat levert een getal op van 196 watt.